Goedenavond allemaal. Ik vind het ontzettend fijn om jullie hier te zien. Ook al een klein beetje spannend. Soms helpt dat om dat even te zeggen. Natuurlijk zijn we heel blij met onze twee gasten, Ulke Urgut en Lale Gül. We zijn heel blij dat jullie hier zijn. En ik zie echt uit naar deze avond. Want voor mijn gevoel is dit dus echt een hele belangrijke pijler van de bibliotheek. Ontmoeting en debat. Een pijler die we soms misschien wel eens een beetje vergeten. En daar gaan we een eind aan maken. Dit is het begin van een hele nieuwe reeks. En ik ben daarom ook heel trots dat we daarvoor deze twee gasten hebben. En Menno, die de avond gaat openen voor ons. En Menno, ik zou zeggen, kom erbij. Ja, dankjewel. Mijn naam is Menno Roosendaal, wethouder cultuur hier in de gemeente Meijerijstad. En ik ben ook ontzettend voorstander van de functie van een bibliotheek, ontmoeting en debat. Nou, dat verwacht u misschien ook van een politicus, dat hij van debat houdt. Maar ik vind het ook echt ontzettend belangrijk dat daar plek voor is in de gemeenschap. Er zijn zoveel onderwerpen waar mensen graag over met elkaar in gesprek willen. En wat is er nou fijner dan dat persoonlijk te kunnen doen op zo'n mooie locatie als een bibliotheek. En persoonlijk vind ik ook belangrijk om aan te stippen. Want ik zie ook heel veel debat op Twitter voorbij komen. Niet altijd binnen de fatsoensnormen die ik zelf het liefst hanteer. Waarbij het nogal eens ontaardt in scheldpartijen. Of bedreigingen zelfs. Dat moeten we volgens mij niet willen. Maar het is wel goed om het gesprek met elkaar aan te gaan. Juist ook om je perspectief te verrijken. En dus te horen vanuit een ander perspectief, een andere levensovertuiging, andere argumenten, hoe iemand naar een bepaalde zaak kijkt. Want er zijn zoveel onderwerpen waar we het over kunnen hebben. Zoveel onderwerpen die we ook dagelijks op televisie voorbij zien komen. Denk aan de medisch-ethische thema's, aan de ontwikkeling van de landbouw, aan het klimaat, aan gender. En er zijn zoveel onderwerpen waar het nu over gaat en waar we dus over met elkaar moeten praten. En het is ook goed om af en toe uit je bubbel te stappen. Gewoon eens een keer een andere krant te lezen bij de bibliotheek. Hier vind je er heel veel. Gewoon eens van een andere auteur iets te lezen. Een keer op een andere website te komen. Een andere podcast te beluisteren. Dus gebruik ook die informatiefunctie die een bibliotheek heeft. Nou, ik ben ontzettend trots dat er vanavond twee hele krachtige dames zijn die allebei hun eigen verhaal hebben. Met elkaar het gesprek gaan voeren. En laten we daar nu snel toe overgaan. Veel plezier vanavond. Kom zitten. Zal ik meteen een glaasje water inschenken? Als het, kom even voor. En zo. Lale, ik heb begrepen dat je een goede reis hebt gehad. Ja, een beetje druk onderweg. Ja, dat is ja, heb je goed kunnen nadenken over vanavond in ieder geval tijdens de reis. Ja, ik heb eigenlijk podcast zitten luisteren. Oh, nou, dat is nog beter. Ja, want jouw leven is natuurlijk totaal op zijn kop gezet het afgelopen jaar, mogen we wel zeggen. Ik heb even gecheckt, 200.000 exemplaren van je boek verkocht. Ja. Dat is echt heel veel, hè, voor Nederlandse begrippen. Ja, het is het meest verkochte boek van mijn uitgeverij op 50 Shades of Grey. Nou. En daar zijn het zo'n 7 miljoen verkocht. Ja, en naast die het enorme aantal exemplaren ook nog de rechten in het Engels en Frans verkocht in de filmrechten. Ja. En dat betekent dus dat jouw leven gewoon helemaal op zijn kop is gezet. Klopt, ja. Ben je ook gaan leven? Jawel, eigenlijk wel. Ergens ook weer niet, omdat ik te maken had met de veiligheidsdreiging natuurlijk. Maar over het algemeen wel, ja, eigenlijk wel. Ja, heb je zoiets van mijn leven is groter geworden? Ja, ik ben nu in die schrijverswereld beland. Ik ben eigenlijk onverwachts een soort BN'er geworden. Dus ja. Daardoor kom je ook in allerlei milieus terecht die je als onbekende 23-jarige student aan de Vrije Universiteit, waar je niet kwam eigenlijk. Mm-hmm. En ik heb wel eens etentjes met bekende mensen. Ik ben columnist in het Parool, dus ook in dat milieu verkeer ik nu. Een milieu van journalisten, ja. Van schrijvers, maar ook
allemaal tv-mensen en zo. Ja. Mensen die voor talkshows werken. Jinek, de burgemeester van Amsterdam, daar kom ik gewoon eten. Ja. Dus dat is ook niet iets wat heel veel mij na kunnen zeggen natuurlijk. Nee, het is best iets waar je trots op mag zijn, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Alleen, het is, je kunt het niet, dat verwacht je niet van tevoren, hè, als je je boek gaat schrijven. Nee, ik was al lang blij dat er een gerenommeerde uitgeverij was die een boek van een totale nobody wilde uitgeven. Want hoe moeilijk is het überhaupt om je manuscript uitgegeven te krijgen? Ja. Vooral als 23-jarige, dat is bijna onmogelijk. Ja. Want een uitgeverij krijgt wel 200 manuscripten per dag. Ja. Hoe denk je dat je daar doorheen geprikt bent? Ik ben het gaan pitchen. Ja. Ik heb gezegd, moet je eens luisteren, My Spijkers, want dat is mijn uitgeverij. Ik heb hier een boek en die bestaat nog niet in de Nederlandse literatuur. Mm-hmm. Want kan jij mij één Turks-Nederlandse schrijfster noemen die het heeft over loskomen van de religie zoals Frank Auteur dat destijds heeft gedaan. Of Jan Siebelink of Maarten het Hart. En die traditie die we in Nederland kennen. Of Gerard Reve. Kun je me daar één van noemen? Kun je überhaupt een mannelijke schrijver noemen met een migratieachtergrond? Nou, dat kon hij niet. Dus we waren al snel tot de conclusie gekomen dat het in ieder geval een uniek thema was. Ja. En zo is het dus gekomen. Ja. Ja, dus, en je studeert Nederlands, je bent nog aan het studeren. En net als Uke, Uke heeft ook gestudeerd, komt ook uit een religieuze achtergrond. Ja. En je hebt rechten gestudeerd, jij bent net zo'n zelfbewuste vrouw. Hoe ging het studeren bij jou? Was dat gewoon, ging dat vanzelf? Heb je daarvoor moeten vechten om te gaan studeren? Of? Laat ik zo zeggen, mijn vader heeft op mijn 27e mijn collegegeld en mijn zorgverzekering betaald. En dus ik werd heel erg gemotiveerd om te gaan studeren. En van, biz okuyamadık sen oku, van wij hebben het niet kunnen studeren, doe jij dat maar. Okay. Wij hebben die kansen niet gehad, grijp die kans zoals in een land als Nederland. Dus zo ben ik opgegroeid. Dus, ik vind het heel naar hoe jij, of ik zeg jij tegen je, maar hoe jij bent opgevoed. Mm-hmm. Dat je die steun nooit hebt gehad en je boeken die werden gekocht, als je die moest gaan lenen. En daar kan ik me niks bij voorstellen, nee. Want, mijn vader ging juist ruzie maken met docenten omdat ik een MAVO-HAVO-advies had gekregen. Van nee, ze kan echt HAVO. En zo ben ik eigenlijk opgevoed, dus ik had helemaal geen daarvoor moeten vechten. Nee, het was juist mijn ouders die ervoor die aan het vechten waren. En bijvoorbeeld, ik las hier een boek dat bijvoorbeeld mijn moeder, die accepteerde geen visite als ik examen zat. Mm-hmm. Of dan zei ze, nee, u heeft deze week examens moeten gaan leren, moet echt stil zijn. Of dan gingen broertjes juist buiten nog verder hangen dat ik kon studeren thuis. Dus ik heb een hele andere soort opvoeding gehad dan wat Lale heeft ervaren met haar ouders. Ja, dus jij werd echt gesteund. Ja, ja. Toen jij jouw VWO-diploma hebt gehaald, ben je toen naar huis gegaan en heb je gezegd van, ik ga studeren. Ja, ja. Nou ja, het is een beetje vreemd gegaan, want ik ben dus de oudste van mijn gezin. Dus mijn ouders wisten überhaupt niet wat adviezen waren en wat niveaus waren. Mm-hmm. Dus zelfs toen ik in groep 8 het VWO-advies kreeg, wisten ze daar geen raad mee. Want ik zei dan van, oh ja, dan moet ik naar die en die school. Maar dan zeiden ze van, ja, maar niemand gaat naar die school van onze buurt. Al die meisjes, al die dochters van de vrouwen die ik ken, zei mijn moeder, die gaan naar die en die school. Kun je niet met hun mee? Maar dat was dan een VMBO-school. En dan moest ik ze uitleggen van, nee, dat kan ik niet, want ik heb een ander niveau en zo. Dat vonden ze allemaal maar heel moeilijk te begrijpen. Dus uiteindelijk was ik de enige uit mijn buurt die naar zo'n school ging. En dat vonden ze al moeilijk te accepteren, omdat die school wat verder lag. En omdat ze geen zicht op mij hadden. En omdat ik niet met een bekende daar naartoe kon. Mm-hmm. En ook toen ik ging studeren, snapten ze dat niet helemaal. Want toen was eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal van, ja, maar iedereens dochter gaat naar die ROC. Waarom ga jij daar gewoon niet naartoe? En toen moest ik ook weer uitleggen, nee, ik moet echt naar een universiteit, want ik ben dus academicus. Maar dat was allemaal, ja, het viel heel moeilijk, omdat ze er niet echt begrip voor hadden. Nee. Maar uiteindelijk accepteerden ze het wel hoor, ik hoefde er niet voor te strijden nee. Of zo. Maar het heeft dan ook te maken met een soort van sociale controle? Of dat je, zeg maar, oké, iedereen gaat daarheen, dus dan is het goed? Ja, of gewoon, veilig gebied, dat kennen ze, want
zij praten natuurlijk ook gewoon met ouders die kinderen hebben van dezelfde leeftijd. En als ze weten van, nou, die meiden gaan daar naartoe. En dat is ook wat duidelijker, want dan weten ze van, oh ja, die wordt doktersassistenten, die wordt tandarts. Ja. En dan kwam ik ineens met, ja, Nederlandse literatuur. Ja. Dan was de eerste vraag, ja, maar wat word je daar dan mee? Dan zei ik maar, om het voor hun te verduidelijken, van, ja, docent word ik daarmee. En dan snapten ze het wel beter. Ja. Ja. Ja, en dat is, denk ik, het verschil tussen jou en Ulke. Dat, jouw ouders, die stonden daar anders in, toch? Die hebben jou meer gestimuleerd. Ja, ik denk dat ook een beetje te maken met onwetendheid. Dat ze het eigenlijk niet beter wisten, omdat ze in een omgeving ook niet zagen dat gebeuren. Dus niet zozeer sociale controle, maar nemen wat een boer niet kent, weet hij niet. Dus ze wisten het ook niet, denk ik, van dat er zoiets bestond en dat de kinderen... Want zoals je zelf zei, waar meer kinderen gingen naar het VMBO, dat was dan bekend. En op een gegeven moment kwam Leila met de VWO-advies en ging studeren op de VU. Dus dat is toch wat anders. Ik ben ook een beetje onwetendheid. En in Veghel gingen mensen er ook echt over praten. Van, hey, hoe zit dat dan? Dat werd beter uitgezocht ook. Ja. Maar dit is Amsterdam en dit is Veghel. Dus daar zit ook weer een heel groot verschil in. Hè? Bijvoorbeeld, wij hadden gewoon een koophuis. We hadden allemaal gewoon een eigen kamer. En ik hoefde geen kamer te delen. En dus ik heb dus dat gedeelte over dat financiële probleem hebben wij niet gehad. Nee. Dus daar zit ook weer een beetje dat sociaal-economische verschil ook. Van waar je wieg eigenlijk staat ook een beetje. Hè? Ja. En dat maakt ook een beetje lastig. Ja, want er is natuurlijk wel een verschil. Als jij nou denkt aan jouw thuissituatie. Het is natuurlijk nou bij jou heel lastig. Als je hebt geen contact meer met thuis. Nee. Dus door jouw boek is niet alleen jouw persoonlijke... publieke leven verandert, maar ook jouw familieleven. Als je daar nu aan denkt, heb je dan zoiets van, was het dit waard? Ja, daar heb ik wel eens aan gedacht. En waarbij ik eerst dacht dat ik er heel veel spijt van zou hebben als ik eenmaal geen contact meer zou hebben met neven, nichten, ooms, tantes, ouders. En daar eigenlijk een beetje bang voor was dat ik dan in een soort gat zou vallen, of dat ik... Ja, omdat het toch wel een soort van je safe haven is en je basis. Maar eigenlijk tot mijn verbazing heb ik dat helemaal niet. Ik heb nu een soort surrogaatfamilie. Ik heb heel veel mensen om me heen die voor mij klaarstaan. Een uitgeverij, allemaal nieuwe mensen die ik nu ken. Ik heb een relatie waar het heel goed mee gaat. Mm-hmm. Dus dat is wel allemaal een fijne basis natuurlijk. Dus ik heb helemaal niet dat ik denk... Oh ja, wat een gemis of zo. Nee. Nee. Nee, want je hebt nog gewoon, je hebt gewoon contact met jouw familie. Jullie situatie is gewoon zo anders. Ja. Ja. Heb jij moeten vechten voor waar je nu staat? Niet met mijn ouders. Nee. Of niet tegen een lager advies. Of mensen proberen te overtuigen van, hey, kijk door je hoofddoek in. En sollicitaties met advocaat willen zijn. Toen voor mezelf moeten beginnen. En meer het vechten met van, ik doe er toe. Ik wil meepraten. En ik ben sinds mijn 18e ben ik al politiek actief. Dus ik werd ook daarin heel erg gesteund door mijn ouders. Mm-hmm. Want volgens mij op mijn 18e ben ik lid geworden van Hart van Veghel. En toen ben ik burgerlid geweest. En daarna commissielid. En daarna raadslid. Dus ik heb altijd... Ik kon altijd mijn eitje kwijt. Ja. Politiek kon ik mijn eitje kwijt. En natuurlijk had ik ook mijn struggles. Hè. Want op een gegeven moment ging Fioretti College ging dan spitsen. Dat werd dan Zwijs in VIO. Op een gegeven moment kwam ik op een andere school. En ik deed dan HAVO. En al mijn vriendinnen bleven op Fioretti. Mm-hmm. Dat vond ik zo lastig. Want ik zat op een gegeven moment op een helemaal witte school. Met een paar Marokkaanse en Surinaamse. En we hadden dan zo'n soort van een kliekje. Mm-hmm. En toen weet ik nog heel goed dat bij HAVO 3 dat ik huilend de klaslokaal uit ben gegaan. Mm-hmm. En omdat ik gewoon niet meer wist waar ik hoorde. Van, ben ik naar Turks, ben ik naar Nederlands. Dat ik dacht van, waar hoor ik nou thuis? Want ik miste mijn vriendinnen en ik voelde me bekeken. Want ik deed soms wel mijn hoofddoek, soms niet. Met sporten deed ik het af, dan weer niet, dan weer wel. Maar, en toen zei meneer van Gent, want ik kon heel goed met hem sparren. Van, je bent degene in welke taal je droomt. En toen moest ik nog harder huilen, want ik droom dus in twee talen. Dus en hij zat echt zo van, oh, wat moet ik met dat meisje? Maar dat was echt die struggles van identiteit en cultuur en geloof. En
Maar wat ik in jouw boek las, is dat jij met niemand echt... Weet je, de struggle die je had met geloven, met cultuur, dat je dat met niemand uit je omgeving hebt kunnen bespreken. En dat was zo jammer. En ik denk dat als je in die tijd, hè, met je zus, of je een oudere zus had, of een nicht, die met dezelfde struggles te maken had, misschien dat het dan zo minder zo strijdvol was geweest. Dus, maar ik heb ook heel veel struggles gehad. Hè? Maar ja. Ik kon heel goed met mijn invagent erover praten. En met mijn ouders of met mijn nichten. Die daar ook met dezelfde dingen hadden. Ja, want dat is eigenlijk... Je vindt thuis een beetje bot, hè? Als ik het goed zeg. Dan als je denkt dat het gewoon essentieel is. Dat je in ieder geval thuis kunt communiceren. Ook al moet je gevechten leveren. Die leveren we allemaal. Voor jou is het natuurlijk weer een heel ander verhaal. Maar hoe voelt het om... bot te vangen, dat je je ei niet kwijt kunt thuis. Zit daar dan ook die boosheid? Want voor mijn gevoel, dat heb je boek natuurlijk ook gelezen, was het van kaft tot kaft wel heel boos en heel fel. En ook heel zelfbewust. En zaten ook stukken in waar ik echt hartelijk om heb gelachen. Maar wel heel boos. Ja, klopt. Ja, hè? Ik denk ook dat dat een hele mooie drijfveer is om literatuur te maken, boosheid. Ik ben dat nu een beetje kwijt. Ik wou het dus vragen, want je straalt heel veel rust uit. Daar hadden we het net over, hè? Ja. Het is wel heel rustig van jou. Maar je, in het boek voel je het vuur gewoon naar boven komen. Ja. Maar ook frustratie, mag ik het frustratie noemen? Ja, ja. Ja, dat is een beetje opgebouwd. In vooral vanaf mijn 18e tot mijn 23e. Ja. Omdat ik... op mijn 18e een soort van het licht zag. Ja. Zo voelde het. Ik wilde mijn leven eigenlijk totaal anders inrichten dan van mij verwacht werd en zoals iedereen om me heen. Mm-hmm. Maar dat kon niet, dat mocht niet. En dat uitte zich in heel veel dingen wat ik in mijn boek beschrijf. Mijn kleden zoals ik wil, een vriendje hebben die niet moslim is. Nou, dat is al... super gevoelig. Ja. Je hebt bijna geen gemengde huwelijken natuurlijk tussen moslim en niet-moslim. Samenwonen voordat ik een enorme bruiloft geef of getrouwd ben. Op mezelf wonen. Werken waar ik wil. Naar het strand kunnen gaan in bikini. Dat soort dingen. En dat kon niet. Mm-hmm. En dat is dan zo beperkend op die leeftijd... dat je daar rebels van wordt en boos en kwaad, of tenminste in mijn geval. Mm-hmm. En dat heeft zich bij mij geuit in een boek. En bij anderen uit dat zich in andere dingen. Die gaan de koffers pakken of die schikken zich daarnaar. Mm-hmm. Ja, want dat is ook weer zo'n groot verschil. Hè? Voor jou was het gewoon een keurslijf waar je heel ongelukkig van werd. Maar voor jou is het iets heel anders. Mm-hmm. Maar ik mocht kiezen. Daar zit het hem in. Bij mij werd het niet opgelegd. Toen ik heel jong mijn hoofddoek ging dragen, zei... Ja, is het wel handig eigenlijk om het te gaan doen? Je bent vrouw, Turkse in hoofddoek. Mm-hmm. Maar volgens mij was het ook een beetje rebellen naar de maatschappij toe. Van ik wil zijn wie ik wil zijn. Ja. En dit is ook niet een manier om de hoofddoek te dragen. Om de nek zie je voor de ene zeggen van... Ja, maar doe het dan af. Doe het dan goed. Of er zijn ook van die dingen. Of dan soms heb je gewoon zin om vuilrode nagelijk op te doen. Ja. En dat doe ik dan. Of als ik dan... maar... dan wordt er wel gezegd van, hoort dit zo? Ik vul het in hoe ik het wil. Ja. Hè? En misschien over een jaar zeg ik, weet je wat, en nu wil ik het wel zo dragen. Of ik zeg over 2 jaar, zeg ja, nu eigenlijk niet, of ik zou er nu maar achter. Mm-hmm. Dus dat zijn keuzes die je zelf maakt. Maar dat komt weer omdat ik dus uit een gezin kom... waar meiden ook wel of geen hoofddoek hebben. Sommige nichten van mij hebben wel hoofddoek, sommige niet. Mm-hmm. En mijn broertje die zit hier ook, die is getrouwd met een meisje die geen hoofddoek draagt. Ja, dat is prima. Mm-hmm. En bij ons worden de bruiloften met heel veel feest gegeven, worden volop gedanst. Ja. Aan de kapukken zitten zelf dansen wij. En als er een beetje al muziek is, beginnen wij al te dansen. Dus dat is. Dus ik herken dat niet. Dus dat stukje over geen muziek luisteren. Bij ons werd er alleen maar muziek geluisterd in de auto's en overal. Dus ik vind het heel lastig. Dat heb ik niet meegekregen. Dus bij mij was echt een keuze, of wel of niet. En als je naar de moskee wilde gaan, ga je wel of ga je niet? Ja, want kan jij mij dan uitleggen, of proberen uit te leggen, hoe het dan komt eigenlijk dat er jou geen keus werd gelaten? Want
Zo is het eigenlijk toch? Mm. Je kon rechtdoor, maar je mocht niet even proeven naar links en niet even naar rechts of even kijken van hoe dat je het beste voor jezelf kon doen. Ja, nou, hoe dat komt, nou, als ik bij mijn ouders aankwam van... kijk, ik kon niet eens zeggen van ik geloof niet meer, want dat was überhaupt geen optie om dat te zeggen. Mm-hmm. Dat voelde je aan alles. Ik weet niet of jij dat wel kan zeggen thuis. Ik zou het wel kunnen zeggen of ze er blij mee zouden zijn. Denk het niet. Maar wat ik me afvraag is... als jij bijvoorbeeld niet in dat gezin was opgegroeid... bijvoorbeeld mijn zusje was geweest... had je dan op een gegeven moment ook besloten om niet meer te geloven? Dat heb ik me heel vaak bij het lezen heel afgevraagd. Stel, Laila zei, je moeder zei... nou meisje, als je een hoofddoek wilt dragen, draag je het. En als je niet wilt, draag je het niet. Of als je wel naar schoolreisjes mocht gaan of wel uit mocht gaan... Mm-hmm. Had dat dan jou ook gedreven om te zeggen van ik geloof niet meer in de islam? Dat heb ik me zo vaak afgevraagd toen ik jouw boek las. Want ik dacht van, als het meisje nou was geboren in Veghel hier... en ze mocht alles doen waar ze zin had. Want ik ken genoeg, mijn vriendin die kon er gewoon uitgaan. Die vader die zette haar zelfs af. Ja. Hey, kom je om 3 uur, 4 uur op haar? Dus dat zijn ook voorbeelden. Dus voor mij was het een beetje een struggle van... had Lale dan die beslissing ook genomen, ja of nee? Maar dat kwam dan bij mij op, hoor. Maar... Ik vond het heel lastig. Nee, mijn ouders zouden niet blij zijn als ik zou zeggen van nee, ik geloof niet meer. Maar of ik zou niet, dat ze dan zeggen van je bent niet meer welkom. Nee. Ja, dat had ik dus wel heel erg. Ik voelde heel erg dat die liefde vanuit mijn familie heel voorwaardelijk was. Dus ik moest gelovig zijn. Ik moest er op een bepaalde manier uitzien. En ik moest een bepaalde type man trouwen, huwen die zij goed zouden keuren. Mm-hmm. En het waren die kwamen wel eens bij ons thuis, mijn hand vragen, zoals dat heet. Maar daar had ik niks mee, omdat ik eigenlijk al een Nederlands vriendje had, stiekem al 3 jaar. Ja. Maar als ik dat dan vertelde, dan brak eigenlijk de pleuris los, zoals we dat in Amsterdam zeggen. Mm-hmm. Want dat kon gewoon niet. En als ik dan doorvroeg, waarom kan dat niet? Ja, dat mag niet. Dat is niet van ons geloof. Dus ik heb altijd gedacht, de oorzaak ligt dus in dat geloof. Want als dat geloof predikte dat het wel allemaal kon, zou ik waarschijnlijk die vrijheid hebben. En natuurlijk zijn er ook mensen die zeggen te geloven en wel die vrijheid geven aan hun kinderen, die bestaan wel. Maar je hebt ook een hoop mensen die wel gewoon zich aan de regels willen houden, zoveel mogelijk. Ja. En ook als het gaat om hun kind. Mm-hmm. Ja. Ja, want je hebt in eerste instantie, ja, zeker als kind ga je vaak ook, als je jong bent, mee in wat je ouders vinden en denken. Dat is heel normaal. Ja. En dus je bent naar de Koranschool gegaan, je hebt een hoofddoek opgehad. En wanneer is dan het moment gekomen dat je bent gaan twijfelen? Want je moet, om te gaan twijfelen moet je eerst gaan nadenken. Ja. Nou, echt het allereerste moment was dat ik heel goed bevriend raakte met een homoseksuele jongen op de middelbare school die Turks was. Mm-hmm. En waarvan je kon zien dat hij gewoon... Je kon aan alles zien dat hij eigenlijk niet hetero was. Mm-hmm. En dat wist hij van zichzelf ook wel. Alleen hij kon dat niet uiten thuis. Überhaupt niet op onze school. En dat was het eerste waarbij ik onderzoek ging doen van... Oh ja, dat mag niet, maar waarom mag dat niet? En imams mailen. En dan zeiden ze, ja, dat mag niet omdat het nou eenmaal zo is. En als je dat wel voelt, dan is het jouw beproeving. Dan moet je het nog steeds niet uiten. Moet je je nog steeds gedragen als een hetero. En ik zag dat hij daar eigenlijk dagelijks aan leed. Ja. En dat hij daaraan onderdoor ging. En ik weet ook toevallig dat er in geen enkel islamitisch of Midden-Oosters land dat daar vrijheid voor is. Dus dat was eigenlijk het eerste zaadje van twijfel wat bij mij heel erg geplant werd. Ja. En de rest volgde daarop. Allemaal dingen die ik onlogisch vond eigenlijk. Ja. Maar is het dan, ik zou me zo voor kunnen stellen, dat je twijfelt aan geloof, maar dat je ergens voor jezelf een middenweg vindt waarin je toch kunt geloven, maar niet aan het letterlijke deel van het geloof. Ja. Snap je wat ik wil zeggen? Dat je dus eigenlijk een soort van je eigen islam creëert of het op je eigen manier invult, of in je eigen katholieke geloof, en dat je daar naar leeft. Is dat een optie of is dat gewoon überhaupt geen optie? Ik denk dat het ervan afhangt hoe je als mens zelf bent en hoe je de dingen bekijkt.
Er zijn heel veel mensen die dat kunnen beweren. Je hebt zelfs homo's die beweren dat ze nog steeds gelovig zijn. Dus ja, kijk, je kan met een geloof of met teksten kun je doen wat je wil. Je kunt zeggen, nou, dat kan er wel staan, maar daar doe ik niks mee. En ik blijf geloven. Alleen in mijn hoofd is dat dan niet te combineren. Want dan zit ik toch met dat gedeelte, ja, wat doe ik met die tekst die daar gewoon staat, zwart op wit. En wat doe ik met die imams die dat voor 99% prediken. Ja. Omdat ik dat niet kan rijmen met elkaar. En omdat ik toch het liefst kijk naar feiten, naar rationaliteit. En iets waar gewoon bewijs voor moet zijn. Want hè, in de basis zijn geloven. Waarom geloven mensen? Omdat het in een boek staat. Maar wie heeft dat boek geschreven? Hoe komen we aan dat boek? Er is geen enkel bewijs. Niemand is ooit teruggekomen na de dood. Niemand heeft God ooit gezien. Dus het is allemaal gebaseerd op dromen, hallucinaties, een vaag boek. En daardoor is het al voor mij niet aantrekkelijk om daarin mee te gaan. Maar voor heel veel mensen wel. Omdat die behoefte hebben aan die zingeving en spiritualiteit. Maar ik heb dat niet meer. Nee, omdat ik vind dat heel erg een mooie spreuk. Pascal heeft ooit gezegd, voor de zekerheid geloof ik maar. Ja. Ja. He, want dan, ja, is altijd in mijn hoofd blijven hangen en die vergeet ik ook gewoon nooit meer. Dus die moet je erin houden. Maar ik denk, voor jou is het een heel ander verhaal, ja. Toch? Ja, ja. Maar heb je dan ooit getwijfeld? Twijfelen mag toch? Twijfelen mag zeker. Tuurlijk zijn er momenten waar je denkt van, hé, hoe is dat dan gegaan? Maar waarom maar? Ik geloof heel erg aan je eigen maken van iets. Ja. Dus de interpretatie. Dus hè, hoe je dat voor jezelf toeneemt. En ook wat was de bedoeling, wat was de intentie. Hè? Mm-hmm. Even, ik vind dat de islam perfect is. Maar dat mensen het helemaal verkeerd mee omgaan. Interpreteren, daar te letterlijk opvatten. En ik met mezelf, oh jongens, doe dat nou vooral niet. Mm-hmm. Maak er wat moois van. Mm-hmm. En ik vind dus jouw ouders dat zo verkeerd hebben gedaan. En zo, nee, maar dit staat hier zo. Nee, een vrouw, nou, als je ongesteld bent, moet je een hoofddoek dragen. Mm-hmm. Denk bij mezelf, ja, maar had dan gewoon die ruimte leef en laat leven. He, als jij zo wil zijn, prima. Maar als jij ook niet wil zo zijn. Dus ik ben heel erg van, als iemand in een burka wil rondlopen, prima. Mm-hmm. Wil jij in een minirokje met een decolleté rondlopen, ook prima. Het is allemaal prima, waar je in gelooft. Want ik had, toen ik bij Achmea werkte een Marokkaanse meisje. Die was niet bi, maar ze was echt lesbisch. Dus zij kon gewoon niet verliefd worden op een jongen. En dan zei ze van, nou, ik heb zo hard geprobeerd om met een man te zijn. Want ze was verloofd met een man. Op een gegeven moment kon het echt niet. Maar ze zegt, maar ik wil mijn geloof niet loslaten. Ik weet dat het niet mag. Ik weet dat het een zonde is. Maar ik kies ervoor om het toch wel te doen. Ja. En zeggen, als ik dood ben, heb ik een goed verhaal die ik al wil vertellen. En dat is haar interpretatie en haar uitleg. En ze sprak dan haar ouders dan nog wel. Haar moeder wel, maar haar vader niet. En zo geeft iedereen weer een eigen invulling aan hoe je bepaalde dingen interpreteert, praktiseert. En de ene zegt, ik neem dit gedeelte mee, dat vind ik prima. En de ander zegt van, nou, dat wil ik niet zo. Dus dat is wel, dat is heel individueel. Ja. Dus, maar dat is ook wat voor de Turkse gemeenschap is niet één gemeenschap. Nee. Er zit zoveel, de Soenieten, de Shiiten, de Suleymanjelaar, de Dianetjelaar, de nationalisten en de dit en de Kemalisten. Het is zo divers. Mm-hmm. En dat is ook waar die een beetje de kritiek naar jou toe laden. Dat mensen zeggen, ja, maar het is niet homogeen. Mm-hmm. Dat jij die opvoeding van jouw ouders hebt gehad, betekent nog niet dat je dan naar heel de gemeenschap op moet gaan aanspreken. Of heel de islam moet gaan aanspreken. En daar zit een beetje die wrijving, waarbij mensen daar heel naar hebben gereageerd. Want ik vind het vreselijk dat je op een geheim adres moet zitten en dat mensen gewoon niet, dat mensen überhaupt boos worden wanneer ze jouw boek hebben gelezen. Heel naar. En wat heb jij het gevoel dat je de hele gemeenschap hebt aangesproken? Ja, dan in jouw boek? Dat is een beetje de discrepantie. Ja. Ik heb helemaal niet het gevoel dat ik dat doe. Nee, Ik vind mijn boek, als je het aan mij vraagt, vind ik een heel braaf boek. Ja. En dat is, dat vinden anderen niet. Mm-hmm. Maar ik vind het verdomd genuanceerd. Ja. En
Ik denk dat ik een heel persoonlijk verhaal vertel. Ja. En ook vooral benadruk dat ik een persoonlijk verhaal vertel. Ja. Maar vervolgens is de vraag, wat doen mensen daarmee? En ik denk dat daardoor mensen denken dat ik... dat ik de gemeenschap of dat ik iedereen aanspreek, omdat vervolgens mensen met mijn boek aan de haal zijn gegaan en zeggen, bijvoorbeeld op Twitter of zo, van dit boek bewijst dat iedereen zo is of zo. Maar ja, dat zijn niet mijn uitspraken. Nee. Ja, maar volgens mij komt het ook een beetje van, ergens had ik gelezen, ik vind ze dom, mensen die de leer aanhangen. Als je zo zegt, dan is dat iedereen die de leer aanhangt. Mm-hmm. Maar als je zegt, ik vind mijn ouders irritant, of ik vind dat mijn ouders het gewoon heel verkeerd hebben gedaan en stelletje randebielen, dat maakt het dan anders. En ik denk, maar dat is persoonlijk, ik denk als je, na 20 pagina's lezen moest ik, want ik dacht, wow, wat heftig, weet je, wat heeft ze allemaal meegemaakt? Dat ik dacht van, wow, weet je wel, dat ik even een slokje water moest gaan drinken, van wat, zo ook plat, hè, zoals we horen als kut, lul en dat soort dingen. Dus ik denk dat jouw verhaal veel sterker was geweest als het wat... qua taalgebruik wat niet zo vulgaar, ja, wat netter was geweest of zo, maar dat weet ik niet, hè. Maar nee, dat is een, wat ik denk, want je moet vooral schrijven hoe je wil. Want ik vond het super interessant om te lezen. Maar mijn vraag was eigenlijk van, was dan de discussie beter geweest? Of had dan dat gesprek met de gemeenschap of met mensen die dan die interpretatie geven in islam, of dat gesprek dan wel niet beter was geweest? Maar dat zijn vragen die ik dan aan mezelf aan het stellen was toen ik het boek las. Maar dat weet dan niemand. Maar dat kunnen we ook geen antwoord op geven, want dat boek is er nu. Maar voor jou was het eigenlijk wat voorzichtiger gemogen? Voorzichtiger, maar bijvoorbeeld... Je noemt, ja, ook uit boosheid, want je zegt van ik heb met de boosheid, uit die woede heb ik dat boek geschreven. Dus op een gegeven moment die ouders verwekkers, mijn verwekkers. En ik karbonkel, dat is niet iedereen wat het is, maar dat is dan monster. Dan denk ik bij mezelf, nou, had je dan je moeder echt monster moeten noemen? Mm-hmm. Maar dat zijn dingen. Maar ik snap nou jouw kwaadheid en die boosheid, die frustratie. Waarom je die woorden hebt gebruikt. Dat kan ik nu beter bevatten. Ja, waarom heb je die woorden gebruikt, Lale? Nou, leg maar even karbonkel. Ik denk dat veel mensen inderdaad het woord karbonkel niet kunnen plaatsen. Oké, veel dingen tegelijk. Ja. Even sorteren. Waarom ik die toon aansla? Ja. Nou, dat mag überhaupt eigenlijk geen vraag zijn, want een boek is een vorm van een kunstuiting. Ik ben kunstenaar, ik ben schrijver. Ja. Ik kan elke vorm aannemen die ik wil. Precies. Gerard Reve die zei, God is een ezel. Mm-hmm. Theo van Gogh zei, God is een varken. Ja. En dat mag. En je hebt ook hele smakeloze cartoons. Je kan het allemaal smakeloos vinden, dat is verder een kwestie van een mening. Maar mag. Dat is belangrijk. Precies. Ja. En ik heb ervoor gekozen om het op die manier te doen. Mm-hmm. Omdat ik dat een geestige manier vind. En omdat ik vind dat je ook lelijke gevoelens mag je uiten en mag je opschrijven. Mm-hmm. Ook als die gaan over je bloedeigen moeder. Want dat is een boek is een momentopname. Dus ik zeg ook niet in het dagelijks leven van ik vind mijn moeder een karbonkel. Maar juist in die kunstuiting moet je in alle eerlijkheid, in alle openheid alles kunnen opschrijven. Ook de meest vulgaire, meest platte, meest lelijke gevoelens. Want daar zijn die platforms voor eigenlijk. Daar zijn die boeken voor eigenlijk. Mm-hmm. En dat is gewoon mijn manier van dat verhaal optekenen. Mm-hmm. Zeggen dat ik de mensen die de leer aanhangen dom vind. Ja, dat kun je ook opvatten als beledigend. Mm-hmm. Kun je heel erg persoonlijk nemen. Maar nogmaals, als ik dat vind, en dat vind ik, dan... En dat is niet per se, dat gaat niet per se over de islam. Ik vind überhaupt mensen die geloven waar gewoon geen bewijs voor is, vind ik op een bepaalde manier niet heel intellectueel hoogstaand. Maar dat is gewoon mijn mening. Mm-hmm. En dat kun je verder naast je neerleggen als volwassene, want dan zeg je nou... Dat is haar mening. Ik ga verder met mijn dag. Ja, je bent gewoon heel nuchter, feitelijk en niet spiritueel, zeg maar. Ja, precies. Door de bocht. Ja, en dat is helemaal geen hele stoute mening. Want volgens mij is het merendeel van Nederland knetteratheïstisch. Mm-hmm. En die zeggen ook van... Ja. Nou, dat geloof. Ik vind dat niet per se heel... ik vind dat niet intellectueel prikkelend of zo. Nee. Ja.
En de term carbonkult misschien handig, even luchtig. Nou ja, luchtig, het is niet luchtig meer. Maar kun je even uitleggen hoe je daaraan komt? Ja, ik was vroeger heel bang voor carbonkult in groep 3. Dat was een monster die je zag in de film Ik mik Loreland. Ja. Dat had ik op school. Nou, ik kreeg echt nachtmerries van carbonkult. Als de juf die liet zien. En ik blijk niet de enige te zijn. Ik heb in de krant gelezen dat dat serieus mensen heeft getraumatiseerd. Ja, mijn zoon vond het ook heel erg. Ja, dat is echt een verdomd eng figuur op die leeftijd. En ik neem het mijn school nog steeds kwalijk. Eens. En vanaf mijn 18e had ik heel erg het gevoel thuis dat ik ook bang was voor bijvoorbeeld mijn moeder. Überhaupt mijn ouders. Omdat ik met heel veel dingen niet... Dat kon ik gewoon niet uitspreken. Ik had een geheime relatie, wat ik niet kon zeggen. Maar ik had ook, deed ook allemaal andere dingen wat gewoon niet mocht. In de trein omkleden, make-up opdoen en dan weer vegen en thuiskomen, et cetera. En omdat ik het gevoel had dat ik ook bang was voor hun, dacht ik dat is wel een goede vergelijking. Omdat ik ook bij carbonkel die angst voelde en ook thuis. Ja. Vandaar ja, dat is wel heel erg hè, als je zoveel angst hebt thuis. Ik heb vroeger de gesluierde monologen gezien met Nazmi Orhal. Dat zal je vast wel iets zeggen. Zij heeft samen met haar moeder Hava een toneelstuk gedaan. Daar is ze mee door heel Nederland gereisd. En ik heb het een paar keer gezien en ja, ik hield het helemaal niet droog, terwijl ja, ik ben helemaal geen moslim, maar wat mij ontzettend raakte in het stuk was hoe dat zij samen, moeder en dochter, die zo ideologisch gezien mijlver uit elkaar staan, toch elkaar vinden. Ja. En waarom, kunnen jullie misschien mij uitleggen waarom dat daar dan wel lukt? En bij jou eigenlijk niet. Ik ken Nazmi Orhal nu persoonlijk. Ja. Ik zou nog haar moeder ontmoeten, maar dat is er eigenlijk niet meer van gekomen. Ja, waarom het wel daar lukt? Ja, goede vraag. Nazmi die heeft op een gegeven moment gebroken met haar moeder. Die is ook het huis uitgegaan. Getrouwd met een Nederlandse, Joodse man zelfs. En die heeft allemaal dingen gedaan wat gewoon totaal in tegenstrijd was met de ideologie van haar moeder. Mm-hmm. Jaren zijn er overheen gegaan. Nu hebben ze elkaar gevonden en doen ze zelfs samen theatershows. Mm-hmm. Ze heeft een documentaire opgenomen. Ik weet niet of je die had gezien met haar broers en zo op de bank. Ja, toen hield ik het niet droog hoor. Dus, ja, ja, precies. Ja. En die broers die gaven aan van nou, wij steunen je nog steeds niet. Ja. Dus moeder kan wel overstag zijn gegaan, maar wij staan er niet achter en we gaan ook niet veranderen. En ik denk, ja, waarom zijn die broers dan niet meegegaan daarin en die moeder wel? Ja, dat zijn vragen. Dat is zo persoonlijk afhankelijk of ze uiteindelijk openstaan voor verandering of niet. Ja. En ik denk dat ik gewoon, tenminste voor dit moment, een familie heb die niet bereid is daarvoor open te staan. En misschien ooit wel. Wie weet. Ja. Je hebt in principe dus niet de ruimte gekregen eigenlijk om jezelf te blijven. En jouw moeder ook eigenlijk. Hè? Want die is wel zichzelf gebleven. Maar in principe is het heel lastig om daar ergens een middenweg in te vinden. Hè? En dat is voor jou gewoon een heel ander verhaal. Jij hebt gewoon contact met jouw familie, altijd gewoon gehouden. Je hebt ook nog steeds een heel goed contact. Mm-hmm. Ja. Je hebt eigenlijk aangegeven dat je het heel goed alleen kunt en een tweede familie hebt gevonden. Dus dat is ook wat jouw boek voor jou heeft gecreëerd. Ja, het boek heeft mij door het succes eigenlijk het schrijverschap gegeven. Ja. En dat is eigenlijk in één klap is dat in dat gat gevallen. Ja. Dus van het verliezen van de mensen waar ik altijd al mee omging, heb ik nu ineens een heel ander milieu, andere vrienden, andere familieleden. En dat is zo snel achter elkaar gegaan dat ik nooit een leegte heb kunnen voelen eigenlijk. En ik besef me ook heel goed, want ik krijg heel veel berichten op Instagram en zo, dat plaats ik ook bijna dagelijks. Van ik wil datzelfde meemaken, geef me advies of ik zit in hetzelfde schuitje en zo. Dan vind ik dat heel moeilijk, want bij mij, ik heb niks moeten missen omdat ik dus dat succes en
dat schrijverschap ervoor terug heb gekregen. Ik heb een boek, ik schrijf mijn columns, ja. Ik doe mijn lezingen en ik doe, mij gaat het wel goed. Mm-hmm. Maar stel dat je het allemaal niet hebt, ja, dat is veel moeilijker. Of je bent financieel onstabiel, et cetera. Ja, dan kan ik je geen advies geven. Ik kan niet zeggen, ja, schrijf ook een boek of zo. Ja. Dus... Nee, want heb jij wel eens het idee gehad van, ik moet mijn verhaal opschrijven, ook al gaat het met jou gewoon goed, heb je een heel ander verhaal. Heb jij ooit die drang gehad om een tegengeluid te geven? Dat heb ik dus vanaf mijn 18e al kunnen doen door politiek te drijven. Ja. Door, ik heb altijd mijn eitje kwijt kunnen in mijn fractie en... ook schrijven. En als ik iets las, dan kwamen wij met de Turks-Nederlandse tegengeluid bij elkaar. Ja. Dus ik heb nooit... ik heb kunnen uitspreken en kunnen doen wat ik wilde doen. Ja. Of in mijn ontdekking naar mezelf heb ik die ruimte wel gekregen. Dus ik... Ja, het is een heel ander verhaal dan wat Lale heeft meegemaakt met haar ouders. Dus ik kreeg die ruimte wel. Ik ging stage in Amsterdam en dat was prima. Ik ging studeren in Tilburg, ja, dat was ook prima. En mijn vader die heeft zelfs een auto ter beschikking gesteld van... Ja, dan hoef je niet 40 minuten te wachten op het treinstation... omdat de verbinding met Veghel heel slecht was. Ja. Dus bij mij was het gewoon heel anders. Want jouw vriendinnen mochten uit. Mocht jij ook echt uit? Ja, mijn vader zei altijd... als jij ervoor kiest, ik vind het een beetje raar om met mijn hoofddoek daar te gaan staan en dat vind ik raar. Ja. Of dan zou ik dan zeggen, ik doe mijn hoofddoek af en dan spijkerbroek aan en dan ga ik lang leven door. Dus ik vind het heel, daar had ik laatst met een vriendin over, want ik had in Istanbul, zag ik een meisje met hoofddoek en die was gewoon bier aan het drinken. Ja. En dat vond ik zo apart om te zien. Toen dacht ik, Ulrike, ga nou niet veroordelen. Dat als zij dat wil, dan moest ze dat kunnen. Maar ik rijmde het gewoon niet met elkaar. En onbewust ga je dan bij jezelf denken van... dat er dan stoorzender in je hersenen komen van... kan het wel met elkaar? Ja. En dat zijn dingen. Dus die mensen experimenteren. En ik ga dan met familie of vriendinnen naar Turkse Lounge, naar 073. En dan gaan we lekker dansen. Ook gewoon met mijn hoofddoek. En dan zit ik aan tafel. Ene vriendin van mij die vindt heerlijk om wijntje te drinken bij het eten. Ik vind het prima. Ja. En enige geeft geen hand aan mannen. Ja, ook prima. Mm-hmm. Dus ik vind, zolang jij gewoon respect met elkaar hebt... en je hebt respect naar elkaar, toe naar elkaars ideeën... en hoe je bent en hoe je in het leven staat... dan moet het allemaal prima moeten zijn. Dus het is helemaal niet erg als iemand ervoor kiest... ja, ik geloof niet meer. Dan is dat prima. Ja. En ja, dan moet iedereen daar ook gewoon respect voor hebben. Maar dat stukje over... Die vraag die dus continu bij mij was, van ja, is Lali een beetje in de hoek geduwd door haar ouders, door zo drukken. Dit mag niet, je mag dit niet. Je moet hoofddoek op, nee, geen make-up. Ja. Dus continu dat hele tijd strijd om de kleinste dingen. Mm-hmm. En dat lijkt me zo, ik ben blij dat je gewoon niet psychisch... snap je? Dus de continu dagelijkse strijd om de meest kleine dingen. Het ging niet om dat je zegt, ik ga ook mezelf in Amerika wonen... en dat je daar de strijd over moet gaan voeren. Nee, het ging echt om kleine dingen. Het ging om een eyeliner, het ging om make-up en om broek. Ja. Dus dat is best wel heftig. Maar het is voor iedereen gewoon anders. En dat is dat verhaal ook. Van daarom is mijn oproep aan Nederland, om vooral niet op basis van individuele verhalen... of individuele ervaringen, om daar voor de gemeenschap voor af te schrijven... of voor de islam voor af te schrijven, door te zeggen, het is meer dan dat. Ja. Maar echt, ik heb ook heel veel struggles gehad, hoor. Ja. In mij, toen ik aan het opgroeien was, en waar hoor ik, wat wil ik? Ja. Wil ik wel hoofddoek, wil ik geen hoofddoek? Ja, want Lali, je hebt eigenlijk gewoon een dubbel leven geleid, hè? Dat mag ik toch wel zo zeggen. Vanaf mijn 18e wel, daarvoor niet natuurlijk. Omdat ik toen nog gewoon alles deed wat gewoon kon. Ja. En hoe voelt het dan om voor het eerst, het lijkt me heel gek, bewust je hoofddoek af te doen. En naar buiten te gaan en te zeggen van, oké, weg daarmee nu. Die hoofddoek was eigenlijk... niet eens het zwaarst, denk ik. Ik denk zelf dat het zwaarst was om... ik kwam dus op een gegeven moment van mijn geloof af. Dus eigenlijk geloofde ik niet meer. Maar je verkeert in een gezin en omgeving.
waarbij wel alles nog in het teken staat van dat geloof. Als er iemand doodgaat, heb je dagenlang dat er thuis Koran wordt gereciteerd. En dan verwacht bijvoorbeeld iedereen dat je daaraan meedoet. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment deed ik daaraan mee, maar voelde ik me zo nep. Omdat ik dacht, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Met de Ramadan verwacht iedereen dat je meevast. En dan moet ik constant acteren dat ik meevast. Ja. Er wordt verwacht dat je 5 keer per dag bidt. Mm-hmm. Dat je meegaat naar de moskee af en toe, et cetera. En dat je inderdaad ook in je kleding uitstraalt. Dat je nog gelooft in je woordgebruik. Woorden als inshallah enzovoort. Mm-hmm. Dus dat is zo ingebakken in het dagelijks leven. Dat je bij alles wat je doet eigenlijk denkt van, oh ja, waarom doe ik dit nog en eigenlijk wil ik het niet doen. Mm-hmm. En die struggle was voor mij moeilijker dan eigenlijk die hoofddoek. Yeah. En op een gegeven moment komt dus het punt dat ik denk, ja, eigenlijk wil ik die hoofddoek ook niet meer dragen. Mm-hmm. Maar eigenlijk loop ik daar nog heel lang mee rond. Omdat ik denk, ik kan niet van de een op de andere dag ineens mijn hoofddoek afdoen. Maar op een gegeven moment besefte ik ook van, nou, eigenlijk wel. Want uiteindelijk is het gewoon een stofje dat je om je hoofd wikkelt. Dus waar doe ik eigenlijk precies moeilijk over? Het is vooral de omgeving die daar heel moeilijk over doet, maar ik niet. Mm-hmm. En ik was het überhaupt al gewend, omdat ik ook inderdaad dat Nederlandse vriendje had. En daar thuis droeg ik ook al geen hoofddoek en zo. Mm-hmm. Dus ik was het al gewend om het op en aan te doen. Ja. Voor mij was het helemaal geen big deal. Nee. Dus heb ik dat toen afgedaan. Nou, daar was iedereen natuurlijk gewoon verbaasd over. Heel veel vragen, zelfs van de Marokkaanse buurvrouwen. Die dan vol medelijden naar mij keken. Van, och, je bent het slechte pad opgegaan en dat soort dingen. Ja. En alsof ik een soort, alsof ik het criminele pad op was gegaan of zo. En dat was allemaal waarschijnlijk heel goed bedoeld. Vanuit hun oogpunt natuurlijk. En iedereen, heel veel mensen hadden een soort van medelijden. Heel veel mensen wilden weten, ja, waarom dan? En dat kon ik ook niet zo goed uitleggen. Ja, waarom? Ja, waarom? Ik stond er gewoon niet meer achter. Maar hoe leg je dat uit? Ja, ik geloof niet meer. Dat vinden heel veel mensen heel heftig. Ja. Dat kunnen ze ook niet plaatsen, niet geloven. Dat is ook in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Als je zegt, ik geloof niet meer, dan zeggen ze, oh, ben je christelijk? Dus heel veel mensen kunnen ongeloof niet echt plaatsen. Nee. Dus ja. Is het dan zo, mag ik dan zo stellen, het gevecht met jouw moeder, vanuit jouw moeder, eigenlijk vanuit het oogpunt is dat ze het goed voor had met jou? Ook al komt het heel ongelukkig en onhandig over, maar dat ze eigenlijk gewoon haar dochter bij zich wil houden, want als je gelooft, dan komt het goed. Ja, vanuit haar oogpunt snap ik het juist wel echt helemaal, hoe zij handelt, want als jij vroom bent en geloof dus echt in alles wat er staat en je wilt gewoon zondevrij sterven en je wilt dat je kinderen zondevrij leven, dan doe je er echt alles aan om dat hand te haven en om dat zo goed mogelijk te doen. Mm-hmm. Ik vind juist mensen raar die zich niet aan regels houden en zeggen dat ze geloven. Mm-hmm. Dan denk ik, ja, maar dan hou je je toch niet aan regels. Dus als ik gelovig zou zijn, zou ik het juist heel goed doen, heel goed willen doen. Ja. Me juist overal aan willen houden. Mm-hmm. Ja. Net als je moeder eigenlijk. Ja, net als mijn moeder eigenlijk. Ja, dat is haar houvast. Ja, dus ik snap juist wel hoe zij handelt. Daar heb ik volledig begrip voor. Want is het dan zo dat als jij het verkeerde pad op gaat, ja, dat klinkt nou kom, maar in haar ogen ben je nou het verkeerde pad op, hè? Heeft dat dan een weerslag op haar gezin, op haarzelf? Heeft jouw actie invloed op haar geloof, op hoe God of Allah haar ziet? Ja, in haar overtuiging wel. Omdat zij zich natuurlijk verantwoordelijk voelt voor hoe ik ben uitgepakt. Ja. En als ik op ga schrijven dat ik de leer dom vind of zo, ja, dat trekt zij zich natuurlijk enorm aan. Want ze denkt, ik heb dit kwaad, heb ik opgevoed en hoe komt dit nou? Dus zij denkt, wat heb ik verkeerd gedaan? Ja, precies. Ja. Dus in haar ervaring heeft zij een volgeling van de duivel gecreëerd. Okay. Dus hoe voel jij je daaronder? Als volgeling van de, ja, in haar ogen, niet mij, maar laat dat duidelijk zijn. Ik zou me gewoon volgen, als ik mijn moeder dat over mij zou zeggen, ja, ook al zou ik weten dat ik het niet zo zou zijn, maar jouw ouders staan zo dichtbij. Dat lijkt me niet iets waar je gewoon zo eventjes 's morgens opstaat en zegt, oké, dat laat ik achter me. Nou, eigenlijk wel. Ja? Ja, want, okay. Je kan er wel heel lang mee zitten, maar dat heb ik al jarenlang gedaan. Ja. Dus
op een gegeven moment heeft het ook geen zin om daar langer mee te zitten. Want nee. Op een gegeven moment leg je je gewoon neer bij, oké, dat is hun ideologie, dit is hoe ik wil leven. Dat is op de een of andere manier niet verenigbaar, niet volgens mij. Ik vind het wel verenigbaar, want ik accepteer hun wel zoals ze zijn. Het probleem ligt bij hun, die kunnen mij niet accepteren. Dus dan gaan we maar zoveel mogelijk uit elkaar zicht blijven. Doe ik mijn ding, doen zij hun ding. Ja. En dan verloopt het wat soepeler en makkelijker dan dat je bij elkaar in de buurt bent. Mm-hmm. En dat zij moet zien dat ik mijn Nederlandse vriend een zoen geef. Wat haar een hartaanval geeft, zeg maar. Dus je kan dan beter gewoon niet naar elkaar kijken en niet elkaar spreken. Ja. Wilke, hoe zou dat voor jou thuis zijn? Ja, ik merk dat bij Lale best wel zwart-wit is. Dus als je leert geloven, er zijn de regels, dan leef je ernaar. Mm-hmm. En als je er niet naar leeft, maar je zegt dat je wel gelooft, dan vind ik dat raar. Maar heel veel mensen zitten daar ook in de midden. Hè? Ja. Van ik geloof wel, maar ik drink alcohol. Ja. Hè, wat haram is. Of ik geloof wel, maar ik draag geen hoofddoek. Mm-hmm. Ik geloof wel, maar ik kies ervoor om dingen te doen wat dan binnen de islam niet zou mogen. Dus er is een heel groot massa die wel in dat grijs gebied zit. Mm-hmm. Dus dat is denk ik, daar ook voor moeten gaan accepteren dat die groep er ook is. Ja. En ik denk, kijk, als ik zo kijk naar wat mij is geleerd, als wij bijvoorbeeld naar Turkije gingen, dan gingen wij naar verschillende plekken. Mm-hmm. En dan als we dan bijvoorbeeld naar het dorp van mijn vader gingen, dan liep ik niet met een korte t-shirtje, want ik wist dat iedereen die daar had lange dingen aan, toen was wat langzaam. Ja. Maar dan gingen we een week later gingen we naar Mersin, naar Zee en Zonstrand, dan zaten we gewoon met onze bikini en dingen te lopen zwemmen. Dus ik heb heel erg geleerd van, pas je aan de omgeving waar je zit. Dus we waren heel erg van, als we bij Mersin zitten, dan zitten we in onze bikini en rokjes, want toen droeg je een hoofddoek. En dan, als het daar is, dan pas ik me aan en dan. Dus het was heel erg ook een beetje, ik dacht bij mezelf, wat ga ik ermee bereiken om in het dorp te gaan zitten met een korte broek? Ja. Maar zou dat mensen dan mij lopen gaan aankijken van, wat heeft ze nou aan, die westerling? Ja, ik mm-hmm. Weet je, dus dat is ook een beetje hoe je als individu, denk ik, ook bent. Individu bent. Ga je dat, wil je die confrontatie aan? Mm-hmm. Of je denkt van, prima, we zitten hier 4 dagen, en dan doe ik gewoon even een lang vestje eroverheen aan. Ja. En dan over 4 dagen zie ik ze toch nooit meer. Dus het is een beetje ook hoe je zelf met een situatie omgaat. Maar het is gewoon, want ik las ook in je boek dat jullie eigenlijk gewoon helemaal niet naar de strand en dat soort dingen. En dat het alleen maar dat dorp is geweest. En dat is bij ons ook heel anders geweest. Ja. Bij ons, we gingen gewoon, want mijn vader en mijn moeder die komen uit verschillende regio's. Mijn moeder komt uit Oeshak en mijn vader komt uit Konya. Ja. Dus wij zaten gewoon en daar en daar en naar Mersin. En dan reisden rond en dan kwamen we de vliegtuig weer terug. Dus het zijn hele andere ervaringen en andere manier van eigen maken van een leer of een cultuur en dingen uitprikken waar jij je gewoon voelt. Ja, want jij ging ook altijd terug naar Turkije. En dat was niet mag ik hierop reageren? Ja, natuurlijk. Ja, zeker. Oké, dit argument is dus when in Rome, do as the Romans do. En dat is natuurlijk, klinkt wel mooi, maar het is natuurlijk niet consequent. Want dan kun je juist met die gedachte zeggen dat ik me heb aangepast aan het dominante Nederland of Amsterdam, door mij juist tegen de religie af te zetten, et cetera. Dus ik ben juist opgegaan in de cultuur die mij omringt. Dus dat is niet altijd consequent, zeg maar. Nee, precies. Daar is het ook niet. Maar het hoeft ook niet consequent te zijn, hè. Het is dat hele grijs gebied wat ik bedoel. Het is allemaal prima. Ja. Hè, dat als mensen zeggen, ik geloof, maar ik wil toch homo zijn, prima. Maar eigenlijk is het dus, ik vind het ook, leven laten leven. Alleen, blijkbaar kan je daar niet openlijk uiten. Want als jij jouw mail opent, dan, ik zou hem niet willen openen. Want dan komt er van alles voorbij. En dan denk ik, je hebt nu een vrijheid gekregen. Maar je hebt er ook iets naars voor teruggekregen. Want echt, we zijn nooit allemaal helemaal vrij. Maar voor jou vind ik het wel heel beklemmend. Of kun je daarmee leven? Ja. Nou, ik kan daar zeker mee leven. Ik zou geen andere keuze hebben. Ik moet wel. Ja.
Ik zat gisteren toevallig bij Op1. Ik weet niet of jij dat hebt bekeken. Ja, dat gaat dan over een rechtszaak die ik gisterochtend had. Ja. En ja, dat is allemaal vreselijk. Ja, het is, je wil niet weten wat daar allemaal aan te pas kwam. Mm-hmm. Ja, je hebt eenmaal zieke geesten. Ja. En bij sommige meningen kennelijk heb je meer zieke geesten tegenover je dan bij andere meningen. Mm-hmm. Dat is zo. Mm-hmm. Maar ik heb het nu wel veel meer geaccepteerd als oké, het is nou eenmaal... Ik denk dat altijd gewoon een onderdeel zal zijn van het werk dat ik doe. Ja, ja, dus daar leg je bij neer, daar leer je mee om te gaan. Ja, ja. Ik zal wel moeten. Ja, ja, dus dat is gewoon het offer wat je doet eigenlijk. Ja, zeker. Ja. Je betaalt een bepaalde prijs ervoor. Ja, dat... Want, ja, maar het zou niet moeten. Nee, ja, dat is En dat is heel... Ja, dat zou niet moeten. Nee. Lale had gewoon niet moeten onderduiken. Mensen hadden gewoon moeten zeggen... Dat is prima. Ja. En gewoon door moeten gaan met hun leven. Ja, op het liefst. Niet persoonlijk opvatten. Het gaat helemaal niet om jou. Nee. Het gaat om haar ervaring, hoe zij het heeft beleefd. Prima, en gewoon verder gaan met je leven. Ja. Dus ik snap niet bijvoorbeeld dat mensen ook zo boos kunnen reageren op Geert Wilders. Prima, hij mag dat vinden. Mm-hmm. En dan ga je door met je leven. Nou ja, dus dat mensen dat te persoonlijk, weet je, er zo boos over worden. Zoals die moeder die mij had gebeld gisteren. Waar die jongen die nu 6 maanden vastzit in de gevangenis. Die moeder die heeft mij gisteren gebeld. Van nou, ik heb begrepen dat jij... debat gaat vervoeren met Lale. Ik zeg, ja, dat klopt. Oh, die moeder van de verdachte? Ja, die heeft mij gisteren gebeld. Maar het was op zich helemaal geen heftig verhaal, hoor. Ze wilde alleen haar kant van het verhaal vertellen van... Mijn kind zit nu al 6 maanden vast en hij zit echt verkeerd. Dat ze zei, hij zit echt verkeerd, had hij niet moeten doen. Maar dat jongen autisme of zo had. Anyway, maar ik heb ook tegen haar gezegd... die jongens... die dan elkaar zo aan het ophitsen zijn in dan zo'n simpel chatgroepje. Ja. En dan op een gegeven moment achter de fake accounts lopen schuilen... en dan haar het leven zuur maken. Mm-hmm. Kap daarmee. Ja. Maar wat zei ze dan precies? Nou, ze zei, ik heb begrepen dat je dat debat hebt. En ze zei van... Nou, ik ben de moeder van de jongen die vastzit. Ik zei, ja, ik zeg, waarom bel je mij? Ik ben de advocaat van Lale niet. Ik dacht, ze belt verkeerd, weet je wel. Ik denk, ik ben advocatenkantoor. Ik denk, ik zeg, waarom bel je me eigenlijk? Ze zei, ja, maar ik wilde alleen zeggen van... ik keur het echt niet goed wat mijn zoon heeft gedaan. En dat zij hem heel erg mis, omdat hij al 6 maanden vast zit. En toen heb ik gezegd, ik zei, ja, maar dan had hij niet dit moeten doen. Nee. En dit is ook een beetje opgroeien, leren dat dit niet kan. En dat je mensen die een andere mening hebben, dat prima is. Ja. Je kan... dan stuur je gewoon Lale een mailtje. Lale, ik ben niet eens met jouw boek, want dit en dit en dit. Daar is eigenlijk dus op deze avond gewoon heel precies, goed voor. Hè? Precies, precies. Agree to disagree. Ja. Dat je in ieder geval kunt een opening maken naar elkaar toe. Misschien ook Lale ook. En ergens de middenweg vinden. Ik hoop dat we die hier ook een klein beetje hebben gevonden. Of in ieder geval dat je... Maar ze zijn niks naars, hoor. Of ze wil alleen... maar ze zijn niks naars over je of zo. Ze wil gewoon... ik ben de moeder van. En... Nee, ja, maar ik vind dan wel grappig dat ze contact zoekt met jou en niet met mij. Want ik heb helemaal niks ontvangen van die ouders, bijvoorbeeld. Ik vind het ook gek dat ze zegt, ik mis mijn zoon, maar ze was geen enkele familielid was bij die rechtszaak. Ik heb op een gegeven moment getwijfeld, heeft die jongen wel een familie? En toen, het is toch je kind. Ja. Ik zou hem bijstaan dan. Ja, precies. En ze mist hem, maar mij viel op dat het echt een buitengewoon brutale jongen was, ook bij die rechtszaak. En ik had juist heel veel begrip voor, het is een jongen met beperkingen, weet ik veel, misschien was het wel gewoon een moment of zo, alhoewel ik niet zou weten waarom je via 9 accounts wapens zou sturen op een willekeurig moment. Maar, en die moeder zei, wil je alsjeblieft zeggen dat ik wel uit mocht gaan? Dat wilde ze nog even melden. Van, ik mocht wel in de discotheek staan. Ik zeg, mevrouw, weet je, ik wens u heel veel sterkte en succes. Maar weet je, het is inderdaad jammer dat ze dan jou niet heeft benaderd om dat gesprek met jou ook aan te gaan. Nou, het is gewoon inderdaad gewoon, het kan gewoon die mensen bedreigen. Het is ook heel erg als je een boek schrijft dat je uiteindelijk bedreigd wordt.
Ik ben wel heel blij dat je hier toch bent en dat jullie hier allebei zitten. Ik denk dat het tijd is om over te gaan op vragen vanuit het publiek. En die mogen jullie ook stellen. Mijn collega die gaat rond met de microfoon. Die zal ik aan haar afgeven. Ik heb een vraag aan jullie allebei. En dat is, ik heb het boek gelezen. En nu hoor ik jullie allebei uitleggen van, over jullie achtergrond. En de vraag die bij mij heel sterk opkomt is... hoe kunnen jullie verklaren het verschil tussen wat er met jullie beiden gebeurd is? Jullie zitten nu in 2021 een heel verschillende positie. En is dat te verklaren uit puur menselijke factoren, zoals bijvoorbeeld een andere ontwikkeling van de ouders? Of misschien, ik hoorde net ook iets, dat jullie ouders uit een heel andere regio van Turkije afkomstig zijn. Eén van die twee of allebei. Dus dat was mijn vraag. Ja, ik denk dat ik dat wel kan verklaren. Ik denk dat het ligt aan het feit dat ik natuurlijk dingen wilde doen die in de zowel de Turkse cultuur als in de islamitische Turkse cultuur niet goed vallen. Dus dingen die jij misschien niet zo snel wilde doen. Bijvoorbeeld een relatie hebben voor het huwelijk. Zeggen dat je niet gelooft. Een relatie hebben met iemand die niet gelooft. Dat soort dingen die eigenlijk over het algemeen niet goed vallen. Ja. En ik denk dat bijvoorbeeld mensen die homoseksueel zijn en in islamitische gezinnen opgroeien, dat die over het algemeen ook over de hele linie moeite daarmee ervaren. En ik denk dat als je die dingen nou eenmaal doet, dus als je nou eenmaal een dissident bent, dus gewoon je leven compleet anders wil invullen dan de meeste mensen om je heen, dat je dan eerder in de problemen of in discussies of in ruzies komt dan dat je eigenlijk je leven überhaupt zeg maar gewoon wil inrichten zoals ook jouw ouders dat goed vinden. Ja, maar Leila, je had die ruzies al ver voordat je had aangekondigd dat je niet meer gelooft of dat je een Nederlandse vriend Freke had en noem maar op. Die discussies gingen al veel daarvoor al, die heftige discussies met je ouders. Bijvoorbeeld toen ik voor het eerst met mijn vriendinnen naar buitenland wilde gaan, was Barcelona. Dat was ook geen makkelijk gesprek. Mijn vader was van, nee, je gaat niet. Mama, ik wil heel graag gaan, het is veilig. En ik moest echt overtuigen dat het maar veilig was en dat er niks zou gebeuren en noem maar op. En dat het allemaal niet belangrijk wat andere mensen denken. Dat heeft me wel een week geduurd. Mm-hmm. Maar uiteindelijk kon ik wel gaan. En heeft mijn vader mij afgezet op airport in Eindhoven, mm-hmm, naar Barcelona. Dus ik heb ook die... voor mij was het ook toen we de eerste keer met een gemixte groep naar Cyprus gingen, was mijn vader alsnog ook niet te springen van, oh ja, ja, ga maar. Dat waren ook gewoon gesprekken van, papa, die gaan er mee. Ik snap dat het zo is. Maar ik kon die gesprek wel met hem aan. En uiteindelijk kon ik hem wel overtuigen. En dat is dus dat ik uiteindelijk dus wel kon gaan. Ik kon wel op vakantie gaan met mijn vriendin alleen. Zonder dat er een man was. Of ja, ik kon wel. Vakantiereis is wel minder ingrijpend dan de dingen die ik natuurlijk opnoem. Ja, maar als ik nu ervoor kies, papa, ik doe mijn hoofddoek af, dan zou hij dat prima vinden. Maar heeft het dan gewoon te maken ook met een iets ruimer denkbeeld of ruimere opvatting? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk ook een beetje neer, maar ook een beetje hoe je als mens in het leven staat. Ja. Ja. Want kijk, laatst had ik het met een vriendin over, een Nederlandse vriendin, die zei, ja, Uurke, ik heb met mijn vader ook op mijn 21ste de eerste ruzie moeten maken, ja, omdat ik naar Spanje wilde gaan, want hij vond het te gevaarlijk. Dus die discussies die zitten ook in de Nederlandse gezinnen. Ja. Dus ik denk, ik denk ook een beetje te maken heeft met, ja, hoe je als mens in het leven staat. En ik denk dat ook heel belangrijk is, hoe je vader en je moeder daar wat breder in staan. Ja. Nou, in het leven. Ik is de vraag een beetje beantwoord. En de volgende. Geen dank. Ik denk in een gezin dat het ene kind gewoon veel meer van vrijheid houdt dan het andere. Want binnen een gezin is elk kind ook anders. Ja. Als je 5 kinderen hier uit een familie neerzet, dan hebben ze alle 5 daar. En dat is eigenlijk
Ik ben wel heel benieuwd hoe dat met Daphne is. Heb je nog contact met haar? Omdat je erg veel zorgen om haar maakte? Dat je dat wil beschermen? Ja, mijn zusje, die is inmiddels 10. In het boek was ze 8. En zij zit dus op een islamitische school. Ze draagt een hoofddoek en vanaf groep 6. En ze gaat dus ook in het weekend naar de Koranschool. En in het boek heb ik inderdaad geuit van, nou, de reden dat ik bijvoorbeeld niet zo snel het huis uit wil, is omdat ik me ook zorgen maak om haar en me om haar ontferm. Mm-hmm. Ik heb gewoon WhatsApp-contact met haar. Mm-hmm. Ik zie haar niet, maar ik zit daar niet echt mee, omdat ik denk, ja, op een gegeven moment gaat zij toch naar de brugklas. En dan kan ze wat vrijer reizen en gaan en staan waar ze wil. En dan zullen we toch wel weer persoonlijk contact hebben. Dus ik ben gestopt met me daar te veel druk over maken, zeg maar. Ik denk, ja, met mij is het ook goed gekomen, dus wie weet. Je hebt gewoon vertrouwen. Ja. Lala, welkom. Ik ben ook Filies en ik ben ook een Nederlandse Turkse en opgeboren en getogen in Veghel. Ik hoor net ook heel veel herkenningspunten inderdaad, hè? Ook inderdaad vanuit de thuissituatie, hè? Dat je net ook wel nogal disciplinair en fors beperkt opgevoed bent. Wat ik ook nog mijn vraag aan jou is van, goh, wat heb je wel inderdaad bereikt, wat je wilde bereiken hiermee? Is het inderdaad min of meer een dat je je ei kwijt wilde of je ei kwijt wilde, of is het ook meer ook andere vrouwen hiermee uitnodigen om ook hun verhaal te brengen, hè? Want ik werk ook zelf in de psychiatrie en daar zie ik natuurlijk zelf ook Turkse vrouwen die dus ook met echtgenoot, ouders, met hun levensstijlen zeg maar in de knoop zitten, die dan ook weer veilig thuis in kunnen schuilen en dat soort zaken. Maar jij kiest dan min of meer voor een boek, heel mooi. Maar heb je inderdaad wel bereikt nu wat je wilde bereiken? Dat is mijn vraag aan je. Ja, enerzijds wel, anderzijds niet. Ik krijg heel veel berichten van ik heb een zwart vriendje of dit. Of ik heb een broer die heel streng is, et cetera. Dat is echt zo uiteenlopend. Dat zijn ook echt honderden berichten. Ik heb nog niet eens alles gelezen, laat staan reageren. Maar ik krijg ook wel eens berichten dat mensen zeggen, ja, ik studeer VMBO of MBO en ik wil jouw verhaal heel graag lezen, maar ik snap er helemaal geen ruk van en ik kom er niet doorheen. Dus ik denk dat mijn boek per ongeluk helemaal niet toegankelijk is geworden voor heel veel mensen of voor heel veel mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Dus dat is nog iets waarvan ik denk, oh ja, dat is wel jammer. Omdat ik het iets te moeilijk heb opgeschreven of nou ja, iets. Het is geen klare taal. In nee, klopt. Ik heb het heel erg Jan Wolkers-achtig opgeschreven, ja. Jan Kramer. Ja. Ja. En dat een doorsnee VMBO-meisje kan dat niet begrijpen. Die weet daar helemaal geen raad mee. Dus die zegt van ja, ik weet het vanuit je interviews en zo, wat je een beetje hebt geschreven, maar ik zelf snap het niet. Dus dat is wel jammer. Ja. Maar dan denk ik ook van, moet ik dan nou toegankelijker schrijven? En daar heb ik dan ook weer geen zin in. Ik denk wel van, ik heb gewoon nou eenmaal een stijl en die heb ik nou eenmaal. Hoe ga je toen met je volgende boek? Heb je daar wel over nagedacht? Ja, ik heb daar heel erg over nagedacht. Ja. Ik had natuurlijk niet verwacht dat ik zo'n breed publiek zou bereiken met mijn boek. Dus, maar ja, ik ga wel proberen iets meer iets meer te verminderen met die ellenlange zinnen en veel te complexe woorden waarbij zelfs een gemiddelde volwassene het woordenboek moet naslaan. Dus dat ga ik niet meer doen. Dat was even eenmalig. Ik heb wel een leuk appje gehad van een collega die het boek aan het lezen was. En die zei wel zo, een zin van 18 regels of zo. Ja, precies. Nee, dat soort fratsen ga ik gewoon niet meer uithalen. Nee. En ik vind het zelf wel heel leuk, dat soort complexe taal. Ik hou bijvoorbeeld ook van Multatuli, terwijl heel veel mensen hem veel te lang, veel te complex, veel te droog vinden. Mm-hmm. Maar dat is nou eenmaal mijn liefde voor taal. En ik wilde ook heel graag laten zien dat ik iets van taal weet. Dat dat een passie van me is, dat ik het studeer. En nou, dat laten zien is wel gelukt. Ja, dat is wel gelukt. En dat jij van Multatuli houdt. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er doorheen geworsteld. Ik weet niet hoe andere mensen voelden, maar ja, dat is inderdaad wat iedereen zegt. Ja. En dat heb ik iets onderschat achteraf. Mm-hmm. Dus ja, dat wel. Was dat nou de vraag? Even kijken. Ja, of ik mijn doel heb bereikt. Ja, of je doel hebt bereikt. Ja, zeker. Ik heb
een boek neergelegd. Ik heb heel veel mensen daar kennelijk mee geholpen. Ja. Oké. Okay. Ja, ik had een vraagje aan Lale. Heb jij goed onderscheid kunnen maken tussen cultuur en geloof? Tussen jouw cultuur en jouw geloof? Bedoel je in het boek? Nee, gewoon in jouw leven. Ik wil nou niet echt een voorbeeld benoemen, maar bij sommige uitspraken denk ik wel van oké, dat past dat niet meer bij cultuur? Bij jouw cultuur dan wat er in jouw boek, in mijn boek staat dan, in de Koran? Ik denk zelf dat ik dat onderscheid wel heb gedaan, omdat ik heel erg in mijn boek zeg van nou, dit wordt bijvoorbeeld in de praktijk toegepast, maar eigenlijk heeft het geen grond in de, of heeft het geen basis in het geloof. Zo heb ik het over jongens die veel vrijer worden gelaten met bijvoorbeeld seksueel experimenteren en zo. Dat is wel iets wat je ziet in de praktijk, maar eigenlijk niet in het geloof. Want het geloof is voor beide geslachten eigenlijk best wel streng op dat gebied. Maar op de een of andere manier is dat in de praktijk niet zo. Dus ik heb daar wel onderscheid in proberen te maken. Ik denk zelf ook dat er niet echt een heel groot verschil is tussen cultuur en geloof, omdat ik denk dat dat echt heel erg verstrengeld is met elkaar en dat je heel moeilijk een onderscheid kunt maken überhaupt. Ik denk dat je hebt beschavingen en die zijn dan door bepaalde factoren beïnvloed en ik denk dat religie een heel grote factor is geweest met hoe een cultuur uiteindelijk is. Vaak spreken ze in de politiek bijvoorbeeld over de joods-christelijke Nederlandse cultuur. Nou, dat heeft ook te maken met die invloeden inderdaad. Het katholicisme, waarbij je bijvoorbeeld wel grote kerken hebt met allemaal afbeeldingen overal van, waardoor niemand echt denkt van, oh, een heilige afbeelden, oh, wat eng of zo. Terwijl je dat wel bijvoorbeeld in heel veel islamitische culturen hebt, et cetera. En daarom is bijvoorbeeld een Mohammed-cartoon heel gevoelig, omdat dat niet in die cultuur is ontwikkeld. En zo heb je meerdere dingen waarbij je, als je kijkt naar waar het vandaan komt, dan is het vaak wel religie of religieuze tekst of overlevering. Ja, bijvoorbeeld een kleine aanvulling ook. Bijvoorbeeld, islam zegt dat islam zegt niet dat een Turkse niet met een Marokkaanse mag trouwen. Islam zegt niet dat een Turkse niet met een donkere man mag trouwen. Hè? En, dus dat zijn wel bepaalde dingen die echt cultureel verbonden zijn. Ik denk dat ze dat een beetje bedoelt met, is het onderscheid, want de islam, dus als ik volgens islam zou ik gewoon, la la la, papa, dit is mij, hier zou ik graag mee willen trouwen, Ethiopiër en noem maar op. Ja. Dan zou de cultuur zou zeggen, dat is geen Turkse, maar de islam zou moeten zeggen, dat is prima, want hè, dat is een moslim, of dat een Pakistaanse met een Turkse. Dus dat bepaalde dingen, hoe wordt geleefd, is multicultureel. De invulling daarvan, dan religieus. En bijvoorbeeld met Ayaan Ishaal, dat met hem met de besnijdenis, echt cultureel. Dat komt helemaal niet in de islam voor. Dus bepaalde dingen, dus dat verschil tussen wat cultureel is en wat in de islam is, dat verschil zie je niet zo goed terug in debatten of in de media. Dus ik denk dat ze dat meer bedoelt te zeggen van dat sommigen eigenlijk helemaal niet met de islam te maken heeft. Hoe bepaalde Turkse mensen leven dan, hè? Nee. Maar dat is voor een buitenstaander, denk ik. Lastig, omdat, ja. Ja. Het onderscheid te maken. Ja, ik kan zeggen, nee, dit is cultuur, dit is islam. Ja. Dit is cultuur, dit is islam. Maar voor iemand die buiten staat, dan is het gewoon ingewikkeld. Ja, dan moeten we toch echt wel even in verdiepen. Ja, maar dat moet iedereen. Ja. Ja. Want ik ben zelf ook geen theoloog, hè. Dat zijn dingen die je gewoon moet gaan lezen ontdekken. En ontdekken, ja. Ja, ja. Twee opmerkingen. De verschil wel. Maar bijvoorbeeld bij Lale zie ik wel van, oh, ik mag niet met die trouwen, ik koppel het wel aan de islam. Dus heb jij dat dus wel, de verschil wel bij jezelf goed kunnen vinden? Zeg. Ja, eigenlijk ben ik heel erg bewust van de verschillen, omdat ik precies weet waar elke regel vandaan komt en uit welke tekst, et cetera. Het klopt dat bijvoorbeeld de islam zegt, je mag niet raciaal onderscheid maken bij een huwelijkspartner. Dat klopt. Je mag ook helemaal niet discrimineren op afkomst. Waar je wel op mag discrimineren is geloof. Als je zegt ik wil een Joodse man huwen of een katholieke of een christelijke of een ongelovige, dan kan dat weer niet. Dat vind ik ook een vorm van discriminatie. En die is wel besloten in de islam. Dus
dat zit wel degelijk in het geloof. In het algemeen, denk ik, hè? Dat is bij de katholieken. Ja, dat is dus van mij één godsgelovige. Maar dat zit er dus wel in besloten. Ja. Dus daarvan kan ik niet zeggen, oh, dat is de cultuur die dat voortbrengt. Ja. Over vrouwenbesnijdenis, ja, ik ga natuurlijk hier geen theologische discussie houden of zo. Ja. Maar het is wel degelijk zo dat er in de wetschool die de Turken en de Marokkanen niet volgen, maar de Somaliërs wel, namelijk de Shafi-wetschool. Want ja, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar de islam heeft meerdere wetscholen en niet elk volk heeft dezelfde wetschool. Maar die zegt wel degelijk dat vrouwenbesnijdenis een onderdeel is van het geloof. En vandaar dat dat structureel gedaan wordt in Somalië. En daar kun je natuurlijk heel erg afstand van nemen en zeggen van dat is niet mijn geloof. Dat doen ook de meeste mensen gelukkig. Maar het is, je kan niet zeggen, nee, dat zit totaal niet in het geloof. Dat kun je niet zeggen, omdat het wel in hun geloof zit. Ja. En dat zij scharen zich dan ook onder de islam. Mm-hmm. En dat is altijd heel lastig. Ja, wat is islam? Dat heeft natuurlijk duizend kleuren en geuren. En dat maakt het ook een ingewikkeld verhaal. Maar ja, schisma's, dat hoort ook een beetje bij religie. Dat zit in elke religie besloten. Mm-hmm. Dus het is gewoon, ja, het is heel erg met elkaar verweven. Eigenlijk, hè? Ja. Ja, de ene versterkt de ander en de ander. Ja. 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 Ja, een beetje antwoord. Ja. En dit is nog een mevrouw. Ik vroeg mij af waar je liefde voor literatuur en taal is ontstaan. Binnen zo'n fijne vraag. Binnen zo'n gezin zoals waar jij in opgroeide. Ja. Ik, het heeft eigenlijk alles te maken met deze locatie. We zitten in een bibliotheek. De dag dat ik voor het eerst in een bibliotheek kwam, was ik op slag verliefd. Ja, ik dacht, dit is een oase aan kennis, aan literatuur, maar ook aan op die leeftijd bijvoorbeeld de Donald Duck. Ja. En allemaal tijdschriften die ik thuis niet had. En allemaal hele fascinerende boeken als Sjaki en de Chocoladefabriek of weet ik veel wat. En dat is, als je dat thuis nooit hebt meegekregen, is dat natuurlijk ineens, en je hebt er gevoel voor en je houdt van lezen, dan is dat, dan wordt dat een plek waar je niet meer bent weg te slaan. En dat was bij mij dus het geval. Mm-hmm. Eenmaal in groep 7 of groep 8 heb ik de bibliotheek, misschien wel eerder trouwens, ik weet het niet meer heel goed. Maar ik heb de bibliotheek ontdekt. Ik ging er bijna dagelijks naartoe, soms wekelijks. Ik kwam met stapels boeken thuis. Dat ging ik verslinden en dan ging ik weer terug. En dat was allemaal helemaal gratis en helemaal toegankelijk. En dat heeft mij eigenlijk heel erg geholpen in mijn taalontwikkeling. Omdat, ja, je moet je voorstellen, je leeft, ja, ik ben dus opgegroeid in de Akbarstraat. Ik weet niet of jullie die buurt kennen, maar dat ligt in de Kolenkitbuurt. Daar is een documentaire over gemaakt. En er zijn heel veel krantenartikelen over. Het is ook een van, het is heel lang de slechtste buurt van Nederland genoemd. Of uit onderzoek is dat gebleken. En dat is een totaal zwarte wijk. En met zwart bedoel ik eigenlijk gewoon mensen met migratieachtergrond. En dat waren meestal mensen die uit een agrarische herkomst komen en dus niet veel culturele of taalbagage hebben. Je wordt dus niet blootgesteld aan fijne taal, aan intellectuele taal. Je wordt überhaupt niet blootgesteld aan de Nederlandse taal. Ik hoorde alleen maar Turks om me heen, Turks tv thuis. De familie spreekt in Turks, de buren spreken in Turks. Je gaat naar de Turkse supermarkt. Op school is iedereen Turks en Marokkaans. Dus, behalve de docenten dan. Maar dat, omdat je in zo'n omgeving verkeert, ga je ook vanzelf praten met een accent. Je hebt geen grote woordenschat. En als je dan op eigen houtje al die boeken gaat verslinden, dan krijg je vanzelf een grotere woordenschat. En ga je vanzelf langere, complexere zinnen bouwen. Je verbreidt je, je horizon. Maar niet alleen qua taal, ook qua cultuur en gewoon überhaupt kennis. En dat heeft mij gewoon zoveel gegeven. En dat helemaal gratis. Ja. Dus daar ben ik eigenlijk Amsterdam, Oba, heel erg dankbaar voor. Ja, we hebben gewoon een goede ambassadeur hier. Ja. 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 Ja, want Uke, had jij thuis een boeken om je heen? Of Ja, voornamelijk Turkse boeken. Mijn vader was, want ik kom niet alleen maar uit een religieus en conservatief, maar ook nationalistisch. Ja.
En dus voor ons is de Turkse taal heel belangrijk. Ja. Hè? Op een gegeven moment ging ik ook in Turkse boekenclubben zitten. Maar ik heb de bedrijf om, omdat Turks... Want assimilatie is een van mijn grootste nachtmerries. Op een gegeven moment vergeet om Turks te spreken. Omdat ik mijn kind geen Turks kan meegeven. Dus daar... Dus bij ons, mijn vader las heel veel boeken ook, maar wel voornamelijk Turkse boeken. Ja. He, mijn vader spreekt wel beter Nederlands dan mijn moeder, mm-hmm. maar dat waren maar wel gewoon, als ik een boek wilde gaan kopen, dan deed ik dat gewoon, of in de diepe, noem maar op. Want jullie spraken thuis voornamelijk? Voornamelijk Turks. Ja. Oké, okay. Ja. En jouw moeder, jouw ouders spreken dus wel? Voornamelijk Turks. Ja, ze spreken wel Nederlands, maar dat is gewoon, ja, als ze met Nederlandse mensen praten of wat dan ook. Maar onderling wordt er wel Turks gesproken, ja. Dat is wel het verschil met jouw ouders die geen, of nagenoeg geen Nederlands spraken. Ja, mijn vader spreekt het heel gebrekkig en heel basaal, omdat hij wel gewoon de kost moet verdienen en moet werken. Mm-hmm. Mijn moeder is altijd huisvrouw gebleven, dus die heeft eigenlijk nooit de behoefte gehad om het te leren. Ze heeft ook alleen maar Turkse buurvrouwen en ze gaan naar de Turkse supermarkt, et cetera. Dus het is ook niet echt een noodzaak geweest. En mijn moeder heeft altijd gewerkt. Ja. Mijn moeder heeft altijd gewerkt, totdat ze op een gegeven moment arbeidsongeschikt werd. Maar mijn moeder heeft altijd gewerkt en dus daar zat ook niet die van, vrouwen moeten niet werken en die moeten maar vooral thuis op de kinderen oppassen. Dat was ook niet bij ons het geval. Nee. Dus daardoor kon ze ook... Mijn vader spreekt gewoon heel goed Nederlands. En mijn moeder die spreekt gebrekkig Nederlands. Ja. Maar dat komt ook omdat ze gewoon met Nederlandse collega's aan het werken zijn. En, ja. Duidelijk. Ja. Zijn er nog vragen? Ja. Dank je wel in ieder geval voor het mooie boek. Ik zit nog even aan jouw moeder te denken. Als ik het boek lees, dan krijg ik ergens het gevoel dat jouw moeder zich ook verstopt achter haar geloof. En bijvoorbeeld, nou, je het over niet werken hebt. Hè, er zijn gewoon mensen die hebben geen zin om te werken. Hier zou je kunnen zeggen, ik kies ervoor om moeder te zijn of thuis te blijven. In hoeverre denk jij... Ja, ik vind het best een heel spannende vraag om te stellen, merk ik. Oh, dat hoeft niet hoor. Nee, ja, voor jou eigenlijk helemaal niet, maar je zit al best wel mee. Oh nee, voel je vrij. Maar ik kan me voorstellen, ja, ik ben eigenlijk benieuwd wat je daarover kunt zeggen. Ja, ik denk dat je inderdaad... moeilijk. Ik denk, kijk, als je bijvoorbeeld een gewelddadig mens bent, dan zul je alles aangrijpen om dat geweld te kunnen plegen. Dus ik denk wel dat je zoekt naar, oké, wat kan ik gebruiken om toch daaraan uiting te geven. Dus het kan zijn dat mijn moeder heeft geredeneerd, weet je wat, ik vind werken zo stom. Ik ga de uitspraak van de imam gebruiken dat vrouwen worden afgeraden om te werken als de man de kost verdient. Want dat zeggen we imams wel eens. Dus dan kun je dat inderdaad aangrijpen. Om een soort van jezelf ervan te overtuigen dat je toch wel goed bezig bent of zo. Dus dat kan ik me wel voorstellen, ja. En misschien wel bij veel meer dingen als alleen maar dat. Dat het dus ook iets zegt over wie jouw moeder is. Ja. En niet alleen over het geloof wat ze heeft. Ja, maar dan moet ik enorm gaan psychologiseren en dat zou ik niet doen. Ik weet het niet, dat kan. Zeker. Dat is zeker een mogelijkheid. Want net in het begin ging het er ook een beetje over. Stel, als jij de vrijheid had gekregen, die bijvoorbeeld u heeft gekregen, zou je dan, denk je, anders erin staan nu? Oké, als ik de vrijheid zou krijgen om echt alles te doen wat mijn hartje begeert, dan zou ik er zeker anders in staan. Want dan zou ik bijvoorbeeld nog gewoon contact hebben met iedereen en dan zou het ook helemaal geen big deal zijn. En zou ik helemaal geen probleem zijn of helemaal geen... helemaal geen conflict situatie. Dus dat verandert het hele verhaal. Mm-hmm. En dan ga je ook niet per se ergens aan twijfelen of zo. En dan zit het wel goed. Dus ik denk zeker dat dat een andere situatie had opgeleverd. Maar als het gaat om geloven... Ja, ik ben op het punt... Ja, buiten dat ik die regels gewoon buitengewoon onzinnig en beperkend vond... vind ik het geloven natuurlijk ook gewoon onlogisch... Ik heb daar wel eens natuurlijk gewoon heel erg over nagedacht. En kijk, het geloof gaat ervan uit, je hebt twee soorten mensen. Ja, moslim en niet-moslim. En die tweede groep, die komt eigenlijk
in de hel en die duurt eeuwig en verder heb je ook geen kansen. Nou, als je daarin gelooft, vind ik dat een hele... Ik zou daar niet in kunnen geloven, ook al was ik vrij opgevoed, omdat ik dan moet denken, oh ja, iedereen die ik eigenlijk lief vind en zo, die niet gelovig is, daarvan moet ik bedenken dat ze straks, als ze dood zijn, in de eeuwige hel komen. Mm-hmm. Überhaupt 3/4 van de wereld komt dan in de eeuwige hel. En dat is dan voor mij niet te plaatsen in mijn hoofd. Dat kan ik niet begrijpen. Nee. Want wat is eeuwig überhaupt? Mm-hmm. Ja, dat zijn dingen die ik gewoon niet kan begrijpen. Dus ik denk dat ik vooralsnog niet gelovig zou zijn. Of er moet een geloof zijn wat zegt wat dat onderscheid niet maakt of zo. Is dat voor jou ook zo? Voelt dat voor jou ook zo? Ja, ik dan moet ik altijd denken aan een verhaal. Ik weet niet meer of dat een prostituee in die tijd... Die op een gegeven moment die pleegt dan heel veel zondes. Hè? Ja. Hè, buiten de islam, getrouwd, seks hebben met iedereen en dan allemaal. Dat in die tijd, omdat zij een hond die zo dorst had water had gegeven, dat zij naar de hemel ging. Dus ik geloof zo in de barmhartigheid. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat iemand christen is, of dat iemand joods is, of iemand niet gelooft, of agnos, of hoe je het mag noemen, die alleen maar goede daden heeft gedaan. Dan denk ik, Allah is barmhartig. Ja. He, Merhamet, waar we het over hebben. Dus kan ik 100 andere verzen in de islam en 100 verschillende voorbeelden aangrijpen om te zeggen, dat zal waarschijnlijk als ik straks dood ben, niet zo gaan. Dus dat is dan mijn redenering, hoe ik dan dat voor mij kan rechtvaardigen. Dus dat, dan denk ik niet van, oh, alle niet-gelovigen gaan naar de hel. Dat is dan voor mij... Nee, dat past niet in mijn dingen. Ik denk dat het anders ligt. Ik geef daar een beetje mijn eigen draai aan, denk ik. Ja. Dus we mogen denk ik eigenlijk wel stellen dat religie... Hè, dat raakt alle sociale vlakken. Ja, het is heel persoonlijk. En het is heel persoonlijk. Ja, ja. En als je gewoon een heel nuchter mens bent... en rechtdoor denkt... dan interpreteer je dingen heel anders. Of geloof je, hang je het geloof gewoon heel anders aan. Of niet. De korte de bocht. Ja, want ik kan mijn leven niet voorstellen zonder de islam. Als ik het een keer moeilijk heb, dat ik even naar boven kijk en denk... Oh, er is iemand die... Hè, dat mijn troost in de islam. Of dat ik bijvoorbeeld... mijn cultuur... Of dat, want mijn hoofd is een stukje geworden van mijn identiteit. Dat ik het zou moeten afdoen. Dat dan een stukje van mijn identiteit inlever. Dus maar dat is zo persoonlijk en individueel hoe je het beleeft en hoe je het ziet... Dus iedereen heeft zo zijn eigen verhaal. En dat is de beleving van Laila geweest. En haar verhaal. En zo zijn er nog heel veel verschillende verhalen... hoe iedereen zijn eigen invulling eraan heeft gegeven. Ja, jou biedt het al vast. En jou Ja. Maar ik denk ook dat... Kijk, de mensheid heeft gedurende de hele geschiedenis... goden voortgebracht. Hè? Ja. Dus het zit ook wel in de meeste mensen gebakken... om in een god te geloven. En dat weet ik ook. Dat doe Gerard Reve heeft na die... hele stoute boeken is hij ook weer, heeft hij ook weer gezegd... ik ben katholiek, terwijl hij homo was. Ja. Maar Leila, ben je atheïst of agnost? Atheïst, toch? Ja, atheïst. Okay. Ja. Maar ik dacht even misschien agnost. Ja, dus heel veel mensen... die kunnen daar niet van loskomen. En die zoeken uiteindelijk inderdaad troost in het geloof. En dat begrijp ik ook volledig. Ja. Ik heb ook helemaal geen... dat zeg ik ook in het boek... Ik heb helemaal geen zin om het evangelie van het niks te verkondigen. Nee. Het atheïsme is ook helemaal niet aantrekkelijk. Nee. Ik beloof helemaal niks. Of het atheïsme belooft helemaal niks. Die zegt ook niet van na de dood heb je een fijn leven of zo. Het is heel koud, heel kil, helemaal niet aantrekkelijk. Nee. Dus ik zou iedereen ook willen aanraden, blijf vooral gelovig. Want het is echt fijn. Dood is dood. Alleen het is dat ik het niet kan. Nee. Als ik gewoon eerlijk ben met mezelf, kan ik het niet omdat ik die theologische dingen... Ja. Ook dat verhaal wat jij net vertelt, daar heb ik dan weer allemaal dingen op aan te merken. Ja. Omdat ik dan denk, ja, maar als God echt zo barmhartig was, hè, waarom is er lijden op de wereld, et cetera, et cetera. En dan verzand je weer in die theologische discussies die eeuwig... Precies, daar kom je niet uit. Nee. En waarom heeft God dan niet gezegd, ja, ik ben barmhartig, dus ongelovigen, die komen ook in de hemel mits ze zich goed gedragen. Dat staat er niet. Nee. Dus... dan kan ik dat niet voor mezelf rijmen. Dus kies ik ervoor, ik stap eruit. Voor mij is het genoeg zo. Ja. Maar ik kan me helemaal voorstellen dat je er niet uitstapt.
Dat is ook helemaal geen probleem natuurlijk. Ja, het is eigenlijk een heel mooi eind, denk ik, van de avond. Ik denk dat je het hier voor jou heel mooi hebt samengevat. Ik vond het echt heel erg fijn dat jullie er waren. Ik vond het een heel boeiend gesprek. Ik hoop jullie ook. En ik hoop ook jullie terug te zien in de rest van onze serie die we hier aan gaan vasthangen. Lale die gaat nog boeken signeren voor degenen die die willen. En nou ja, ik zou zeggen hartstikke bedankt voor de komst. En ja, hopelijk zien we jou weer gauw terug met een nieuw boek. Dankjewel. Ja.